Het is hier zo eng. En zo spookerig. Waar is Luigi als je hem nodig hebt? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario and the Thousand Year Door. Ik ben er weer terug in de Steve, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn wij richting de Creeple Steeple toegegaan en hebben we een hele grote boel wijsgemaakt dat je met ons niet moet clearen. En daardoor zijn we erachter gekomen dat eigenlijk ze helemaal niks voorstellen, omdat het was heel erg makkelijk om ze neer te halen. En zijn we eigenlijk bijna bij het einde gekomen al van de Steeple Castle. Want we zijn er al bijna, want we kunnen hier gewoon naar boven toe. Dus waarom ook niet? We gaan ons eventjes healen, just in case. Ik bedoel, we hebben weer genoeg muntjes. En laten we hier deze trap maar eens oplopen. Ik heb Gombella trouwens bij me. Wacht eventjes. Willen we de... ik wil Livion. Dan wil ik de... Als heel grof. Weet je wat? We hebben Flurry al een hele lange tijd niet meer gehad. We gaan één beurt veranderen. Om heel eventjes ervoor te zorgen dat we dan wel dadelijk weer Gombella dan terug hebben. Maar het is even leuk om een andere stem erin te gooien. Waarom ook niet? En hopelijk kan mijn stem het goed aan. Want ik heb een beetje... Mijn stem een beetje... Young the slick. What are you doing interrupting my me time? You simply must be joking. This is the monster that the poor mayor spoke of? What are you calling a monster? What's your problem? Why do you need to pick a fight? I'm busy thinking up new pranks and stuff. It's not easy either. No, get lost. Of course, you guys won't. No way you need to go away quietly. Am I right? Well, alright then, Slink. Fine. Yes, I turned those villagers into the pigs. Big deal. Big deal? You foul boar! Whatever would possess you to do something that mean? Well... You know, they're also depressing and boring and dim-witted all the time. So instead of wallowing in gloom, I figured they might as well wallow in mud! Ha! Now they're pigs, get it? Isn't it just so perfect? It's like irony, or something. So what? You got a problem with that? I guess you do. So let's play, Slick. Let's play indeed. Paper Mario en de Thousand Year Door. Daar zijn we al weer mee bezig. Dit is... Lucky. Dit is onze eindbaas. Ik heb geen flauw idee hoe deze ook weer heet. Eigenlijk wel, maar ik zeg het expres niet. Goed, het eerste wat we willen gaan doen is... We willen beginnen met de powerlift. Vraag mij trouwens af. Kan ik jou veranderen van... Oké, dan is het goed. Wij willen beginnen met de powerlift. Echt waar? Echt waar. Want deze gast, daar kun je namelijk een glitch mee krijgen. En die wil ik jullie maar al te graag laten zien. Damage gaat voor defense. Je wil zoveel mogelijk damage up hebben namelijk. Het is ook nog een beetje random van welke pijlen dat je zult zien. Want zoals je nou ziet, nou hebben we meer defense pijlen gekregen als attack pijlen. Is op zich niet zo erg. Ik denk dat ik hier nog steeds de glitch wel mee kan laten zien. Wat we willen doen is... We willen heel eventjes partners swappen. En we willen heel eventjes naar Gombella. Want Gombella willen we heel eventjes kijken hoeveel AP dat hij heeft. I guess I'll get down and dirty if you're gonna play like that, Slink. En Super Guard. Nice. Het probleem is, ik wil eigenlijk gewoon hem nog niet aanvallen. Ook al hebben we aan de ene kant weer wel. Wat ik dit kan doen. Ik wil nou nog niet te veel damage geven. Weet je wat? Ik zet even een repel cape op mezelf. Volgende aanval gaan we all out. Dan kunnen we lachen. Want we gaan eerst heel eventjes de Tattle Ability gebruiken. Maar je hebt nog maar één beurt. Maak je niet zo zorgje. Ik weet wat ik doe. Dit is namelijk... Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Hoe raar is dat? Hij staat nog niet eens in het boekje. Er is hier een monster en hij ziet eruit als dat ding, maar hij heeft geen naam. Max HP is 40, attack is 4 en defense is 0. Hij kan heel erg goed transformeren in andere vormen. En dat vindt hij dus hartstikke leuk. En misschien heeft hij dat al eerder gebruikt om de vijanden dus in varkens te... Of niet de vijanden, maar de villagers in varkens te veranderen.
And here we go again. And I missed. And I faceplant. Goed. We hebben gezien dat hij heeft nou nog 39 HP. Net zoals de boe die we hebben gehad. Oké, we hebben nou wat minder attack, maar... Ik hoop dat dit gaat werken, jongens. Ben bang voor niet. Jammer. Wat er anders zou hebben gebeurd, dat zou ik jullie dan wel vertellen na dit gevecht. Want nou gaat hij namelijk een bepaalde aanval doen. En nu zien. Time to regroup here. So you think you're a couple of heavies, huh? Well then, my dear friend, if you thought changing folks into pig was impressive, then you're gonna love this! I got something very special for you here! How do you like them apples? Apples! Now that's magic, people! Now you're fighting yourself! I'm damn genius! En ik had mijn defense nog op. Maar goed, het grappige is... Nou ja, dan komen jullie... Oh, had je dit nou niet één beurtje eerder kunnen geven? Hij zal dus nu jouw aanvallen combineren door bijvoorbeeld de jump aanval te doen of de hammer aanval te doen. Wij gaan overkill doen. Hold on, what? What? Huh? What? You beat me? En we krijgen er heel veel star points voor. Let op. You got a crystal star! End of chapter! Mario defeated the Scorching Creepy's people and found a fourth crystal star. The people of Twilight Town have surely recovered from their awful curse by now. At this rate, Mario's quest is to collect all seven crystal stars will be done in no time. With respect to Creepy's people, Mario sets out toward his bright future. Wacht eventjes, ik herinner me toch iets heel erg anders. Huh. Kortste chapter ooit. Ik vind het niet erg. Ik vond het een vervelende chapter. Ga maar weg. Oh, are you kidding me? What a total pushover. Well, we got the crystal star, so let's get out of here. Nee, jongens. Deze chapter is nog niet voorbij. Wij zijn Shadow Mario. Alle items. Nou, nee. Items die houden we. Badges houden we. Maar alle party members zijn weg. Wij zijn niks meer of minder dan een schaduw. Nou, hier is de joke waar ik het over wou hebben. Dit gebeurt namelijk verplicht in de game. En zoals jullie hebben gezien, we konden Boo one-shotten met een powerlift ability. Hier komt de kikker. De powerlift ability kan dit ook bij Duplis doen. En dan blijft hij overleven op 1 HP. Want dan zegt hij op 1 HP van... Oh, lalalalop. Dus ja, je kunt helaas het spel niet zo breken. Maar dat wou ik jullie zeker laten zien. Goed, we zijn dus nu een paarse streep in de vorm van Mario. Creepy. Dit kan heel gevaarlijk zijn. Het eerste wat we willen doen. Als deze vorm. Is teruglopen naar de stad. Kijken wat er gebeurd is. Dit betekent dus dat we... Ik weet niet hoeveel moeten backtracken waar ik geen zin in heb. Oh, verschrikkelijk. Echt, de eerste keer toen ik dit speelde, toen dacht ik echt bij mijn eigen van... Wat? En je wil ook echt geen vijanden gaan bevechten op dit moment, want vergeet niet. Je bent alleen. 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 Yes! This time we will take that Mario and get his map. Oh god, hun weer. With this super bomb here, there is no way we can fail. No, not like. Vivian, hand me that glorious super bomb. Huh?
Vivian, don't you dare. Does that ha mean what I think it does? I never had it. You were holding it just 2 seconds ago. You said it was too important to trust me with. Oh, you terrible liar! Stop making up stories and cover for yourself! If I don't have it, then obviously you must have it, and obviously you lost it! Or are you trying to imply that I lost it, you little low-lying, dagging worm? I know, of course not, Baldum. Well, we can't do much without it, can we? Oh, you are such an idiot! Very well. I'm sure you must have dropped it around here somewhere. So, why don't you look for it while Merlin and I go take a well-earned siesta? And if you don't find it, well, you know what will happen, don't you? I get punished. That's right, you little twit! So get cracking! Come, Merlin, let's leave this useless little fool to our chore! Gah! Aww! Ik vind het echt zielig. Maar goed, wij hebben andere problemen aan ons hoofd. Namelijk dat wij ook een schaduw zijn. Oh, en we kunnen trouwens zo de ketting eraf halen. Wat ons het een beetje makkelijker maakt. Goed. We zitten op vol HP. We zitten niet op vol FP. Ja, het is de 10 coins niet waard op het moment. Dus, zoals ik al zei, we moeten back and forth gaan. Maar dit is de eerste keer dat we dus dit alleen moeten doen. Dit is creepy! Want ik wil eigenlijk niet met vijanden vechten. Want, 1, ze zijn al niks waard. En 2, we zijn alleen. Dus een dubbel nee-nee situatie op het moment. Nou ja, gelukkig valt het wel mee hoe dat we moeten lopen. Oh god. Nee! Ik heb dodge. Dan durf ik het wel, denk ik. Maar ik kan hem niet neerhalen. Heb ik mijn startpowerkrachten nog steeds? Oké. Dan kan ik eventueel... Weet je wat? We gaan het gewoon proberen. Challenge accepted. Oh boys, ik gebruik het item. En gelukkig mist het item. En jij rent er vandoor. Oké. Nou, die item die zou 5 damage hebben gedaan, als ik me niet vergis. Dus, zeker hebben we het best goed gedaan. Ik bedoel, ja, we hebben Earthrammer gebruikt, waardoor dat we die ene hebben uit kunnen schakelen. Het enige probleem is, spiked enemies, daar kunnen we nou heel weinig mee. Dus ik denk dat we die ene... Ja, aan de andere kant, ik ken nou wel die daily... Ken ik nou one-shotten nog? This is what I do. Ignoring you! Oh boy. Nee. 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 Oké, dat is the end of the... Oké, dat is beter. Oeh. Gelukkig maar. Heerlijk om weer terug te zijn. Nou, wat we hier even willen doen is natuurlijk... We kunnen nog al onze abilities gebruiken. En als we dit een beetje goed timen... Dan kunnen we ook de Goombas die hier zitten... Kunnen we ook rollend dodgen. Dus wat we willen doen is eigenlijk rollend dodgen. Probleem is, ik heb geen manier om spiked enemies neer te doen. Dus wij gaan onze runaway ability gebruiken. Wij zijn een Eevee met een runaway ability en wij zeggen... Vlieer het headphone users! Oké, het kost een paar muntjes, maar who cares? 4 muntjes, daar kan ik mee leven. Doei! Het zijn weer 4 muntjes, maar I don't care. Ik heb mijn Wario badge al kunnen kopen. Hey, what's up, Slink? I've been waiting for you. Yeah, you're Mario, right? What a great name! And I really dig this body too. Man, I can jump now! And hey, you're so popular around here. I get mobbed, I just love being you. Yeah, it's so cool. I think I never want to stop. So, you figure it out by now, right, Slick? Your body and name belong to me now. See, I've got the power to change my shape into anyone I want. It comes in handy. But to really be someone, I need to take their name and body too. Which means, you turn into a shadow and can't use your name. Tough break, Slick. That's not enough either.
I aim to erase you for good. I guess it'd be unsporting to ruin you without a challenge, so I'll give you one chance. If you guess my real name, then I'll give you back your name and body. What do you say, Slick? This will be fun, right? Now guess, what's my name? Hit it with your best shot. Nou, het grappige is, ik weet al hoe dat hij heet. Nadeel is, we kunnen hem niet plaatsen. Want... er ontbreekt een letter. Deze letter die zit in zijn naam. Dus... die klinkt als Gary. Misschien ben je Gary? Nee, niet Garks. Gary. Wrong Amando, little nobody. Who named a kid like that? Prepare for doom, Slick. Don't even think about running away from battle here. No running. Nou, het punt is, je zou dus tegen hem kunnen gaan battelen nu. En ja, het punt is, hij heeft nog steeds 40 HP. Maar alles wat je doet, en dan bedoel ik alles, zal hem geen schade doen. En hij zou ons geen schade doen. Dus dit is eigenlijk een staarwedstrijd. Geen stenen naar mij gooien, alsjeblieft. Dus ja, hij zegt niet rennen. Doei. Vraag ik me eigenlijk toch af waar onze partymembers zijn. Oh, that's no fun. Hoi. Now that Mario took care of that cursed monster, I don't have to guard the gate. But here I am, doing it anyway. Yeah, just keep the weirdos out, you know? Yeah, you look kind of weird. If I had to classify you, you'd be a bad guy. Ah, nou ja, in ieder geval, iedereen is weer in orde, dus dan zouden we wel weer vrolijk kunnen zijn. Dus, punt. Kunnen we weer naar binnen toe? Zoals je ziet, de shop werkt nu. Oh, this is awkward. I guess that pig wasn't my husband at all. Told it! Called it! Knew it! This guy is younger and cuter than my husband, actually. What a strapping fellow. Perhaps it's time I traded it in for a new husband. Oh, I'm only fooling. Greetings, welcome to the Twilight Shop. What you need? Niks. Nou ja, misschien kunnen we wel wat dingen even storen. We kunnen hier namelijk heel eventjes... ondanks dat we geen Mario zijn, kunnen we hier nog steeds dingen instoren. De Ultra Shroom wil ik zeker heel eventjes storen. Jam and Jelly wil ik heel eventjes storen. Ik geloof niet dat we 2 Life Shrooms nodig gaan hebben. Hoeveel mushrooms hebben we wel niet? We hebben 4 mushrooms. Ik denk dat ik even 4 mushrooms gewoon verkoop. Oké, nou, ik heb het dus nu klaar. Oké, dit gesprek. You cat! Why were you in here while I was gone? Answer me! Monsieur, when I was awoke, I was here in C-Shop. I swear it. I do not lie. Please, say something. Madame, I meant you. No, I promise. Believe me. Ik vind deze gasten zo leuk dat ze ruzie aan het maken zijn. Ik neem nog heel eventjes een thundereetje even mee voor de grap. Heb ik hem nog verkocht? Maar goed, we kunnen dus niks. Niemand herkent ons als Mario. En blijkbaar kunnen we onze eigen naam niet zeggen, want we kunnen alleen maar zeggen... Oh, oké, dus andere villagers of andere bezoekers komen dus wel hier. Maar ja, ik wil pas met hun praten op het moment dat we Mario zijn, want ze kennen ons nou toch niet. What do I do? What do I do? Poor me. Nou ja, je weet toch niet wie ik ben. Hallo. Something very important. If I don't find it, my sister's gonna to punch me again. But it's just not here. Wat ben je aan het zoeken dan? Ik serieus. Denk er ergens in het gras? Oh, wat is dit? The sip of a bomb! Won't Vivian be punished if she doesn't find this? Nou, doei! Nee, laten we het aan haar geven. What? You found it? Kijk eens. Thank you so much. Thank goodness. At least I won't get punished now. Oh no! It's broken!
must have broken when my sister dropped it. What do I do? What do I do? I guess I was just meant to be punished for life. Ah, don't feel bad. Thanks, you're very sweet. It actually makes me feel a little better. But what do I do now? My sister will be back any minute now. Yeah. Hey, wait just a second. What's your name anyway? Won't you tell me? Ik kan de naam niet vertellen, helaas. What? I can't hear you. Your name was stolen? I see. Well, I guess that happens from time to time. Wait, no it doesn't! Your name was stolen? That's absolutely crazy! En we gaan daar nog even een beetje babbelen. Oh, that's actually kind of weird. Gee whiz! You have way worse problems than I do. And you were worried about me the whole time. That's so kind. Eigenlijk dacht ik bij mij gewoon ik zou wel helpen. Alright, that's it. I'm gonna to help you back, you get your name back. And your body. And your friends. Niet zo'n goed idee. Hey, that's okay. Don't worry about my problems. I'm not sure I really want to stay with my sisters anymore anyway. And I feel like I need to repay my your earlier kindness. It's the right thing to do. So, here we go. Vivian has joined our party. Dit is nogal awkward. Vivian's abilities zijn als volgt. Als je op X kan drukken, dan trekt Vivian je de shadows in, waardoor dat je kan hiden voor vijanden. En natuurlijk ook voor obstakels, mocht dat eventueel kunnen gebeuren. Altijd handig. Maar er is nog altijd meer. Je kunt op X drukken nog een keertje om weer uit de schaduw te komen. En ze kan ook nog eens een keertje leuke aanvallen doen met de Shade Fist. En ze kunnen dus in de shadow met een foul move. Hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Wat leuk. I guess we need to find out that girl's real name first, huh? That'll be a start. Now how are we going to get that kind of information? Oh hey, I have a sort of idea. Birds pretend to be innocent with people around. But they actually are really well informed about that flying and eavesdropping. With my power, you can listen on their conversations without them knowing. So in addition to villagers, let's also try to get some info from the local birds. That's the least I could do for you with my powers. Nou, het grappige is, weten jullie nog dat ik had gezegd? De naam is nogal een beetje zinloos. For some reason, you can't enter the pipe. Je kunt alleen maar de pipe in met een naam. Dit is de reden waarom dat ze de naam in hebben gegooid. Nou ja, wat hebben deze vogels te vertellen? Laten we eens luisteren. Zeker niet dicht genoeg bij of zo. Oh, moet hier staan dus. So I was chatting with Wolfie in Mushroom Town in my instant messenger yesterday. And he said he just had some fiber optic on his home network. You believe that? Red, I bet he's downloading 100 mega apps with no problems with these fat pipes. He's probably serving that fat club for Krause sign at the speed of light by now. Yeah, it just blows me away with all this information age hype you hear about. And yet, it's all games and fatter lost sites that are driving the technology. Yeah, but I think tech boss survivors can thrive in the blah 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 blah. Serieus. Bullshit. Onzin. Hier hebben we niks aan. Wij moeten weer terug naar de castle. Maar dat wil ik eigenlijk bewaren voor de volgende aflevering. Want hij is namelijk een vogel die we daar zeker willen interviewen. Maar dat doen we dus op het moment dat we daar zijn. In de volgende aflevering. Dank jullie voor het kijken. Heb je een leuk momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, dan laat een like natuurlijk achter deze video. Als je daar ook de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. Tot de volgende video. Jullie zijn awesome. En stay awesome. Want, nou ja, dat is niet zo moeilijk, maar jullie zijn awesome. Maar goed.